een aantal leuke dingen in de puzzel van Jan van Haaster op glad ijs heb ik er even uitgelegd in deze video. En laten we beginnen hier rechtsonder. Hier zie je de soort handtekening van Jan van Haaster, wanneer die is gemaakt in 2006. Met zijn potlood erbij. Heel vaak zie je trouwens ook dit glas erbij met wat een drankfles. En hier ook een leuk element bij het wak. Hier steekt iemand toch help help een bordje omhoog. Krap die gaat er ook uit en die probeert een kaboutertje te pakken. En er staat ook een beetje eentje die staat hier toe te kijken. En de kikker die vlucht heel erg. Leuk hier nog de struisvogel die meedoet aan de schaatspartij. En die ook de oorwarmers op heeft. Hier zie je bijvoorbeeld nog een kindje. Ja, die lijkt wat verdrietig. Die lijkt of gehuild te hebben of niet zo heel veel zin te hebben in het schaatsen. Misschien kan die het niet zo goed. Hier zien we nog een ijsbeer verscholen achter dit frietentje of etensteentje. En die kijkt wat er allemaal gebeurt. Past natuurlijk heel goed bij de winter, zo'n ijsbeer. Iemand die gaat skiën vanaf het etensteentje. En die gaat belanden ergens midden op de ijsbaan of op een paar mensen daar. De kerstman is ook van de partij met zijn arreslee en de cadeautjes. Die gaat in volle vaart met een rendier erdoor. Dit is ook nog een heel leuk element. Hier wordt een schaatswedstrijd gehouden en degene die het startschot geeft, die schiet de deelnemer in zijn bil, wat behoorlijk pijnlijk is. Wat ook nog een leuk element is, is hier het wak waar de pinguïns zitten te vissen samen met de Eskimo. En die zitten wat visjes te vangen zoals het lijkt. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, hieronder ook nog iemand die de chocolade brengt. En hier nog een wat oudere meneer, die heeft een kussen op, om zich heen gebonden om te voorkomen dat hij valt. Anders doet het niet zo'n pijn. Nog een leuk element is hier de Fransman, die met zijn stokbrood en de Franse wijn ook deelneemt aan het schaatsen. Nou, het is wel een superleuke puzzel met, waarin heel veel gebeurt. Je kunt nog veel meer bekijken. Een leuke puzzel om te maken. Dus de puzzel op glad ijs van 1000 stukjes van Jan van Haasteren.